Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Met mij wel. Ja, het gaat wel goed. Op zich gewoon. Soms gaat het even zo, soms zo. Maar nu gaat het wel weer zo. Ik denk dat het zo gaat. Niet zomaar zo. Ik heb niet echt eten in huis, dus ik heb net gewoon maar even alles gewoon gegeten wat ik kon vinden. Anders val ik om. Dat is weer even een live update. Ik ga er niet al te veel woorden aan vuil maken. Ik ga vandaag reageren op aflevering 8 van Echte Meisjes in de Jungle. Voordat ik ga beginnen, laat me in de comments even weten wat je denkt van al die bommetjes die zijn gedropt deze aflevering. Er zijn best een hoop bommetjes gedropt. Ik vond het best wel een spraakmakende aflevering als ik daar eerlijk over ben. Dus laat me even weten in de comments wat je ervan vindt en ook voor wie je bent. Nou, goed. Let's go. De aflevering begint met een professionele teamanalyse van Valerio. Bij de Sranang Sweeties is de gezelligheid ver te zoeken. Het team functioneert niet. Daphne, die is het er niet helemaal mee eens. De sfeer op het kamp is oké. Het is niet dat iedereen dikke vriendinnetjes is, maar het is ook niet dat mensen elkaar zitten af te zeiken. Nou, echt waar, maar in de vorige aflevering trokken die meiden elkaars kop er nog net niet af. Maar ik ben wel ontzettend blij dat ze elkaar deze aflevering niet meer afzeiken. En ja, als het zo akelig is, dan kan het alleen maar beter worden natuurlijk. Nee, maar ik ben wel blij dat het iets rustiger is hier nu. De sfeer is niet top, maar het is wel iets beter als het was, toch? Ja, ik denk dat iedereen een beetje klaar is met het gezeik en het gedoe. Ja. Nee. Ik vind het wel fijn dat het iets chiller is, maar aan de andere kant maakt het me ook gewoon geen zak uit. Op een gegeven moment ben je ook wel echt moe gestreden inderdaad. Als je net dacht dat er nog hoop was op een klein beetje sfeer, heeft Michella een drol die ze graag op tafel wil leggen. Ik zweer het je, dit is ons eigen schuld. Omdat ze zo sterk team, als je hecht met elkaar bent, sta je stevig in schoenen. 100%. Ik zie het toch met mij gewoon gebeuren. Gewoon één groot zootje de team. Vorige aflevering was Esmee er heilig van overtuigd dat ze in Egypte zat. Maar daar komt ze deze week een klein beetje op terug. Nou, dit lijkt gewoon op een bos hoor, uit Nederland. Het was dit seizoen natuurlijk niet heel erg spannend wie de finale ging houden. Maar ja, het blijft een programma. Dus je moet er wel even een momentje van maken. Valerio, doe je ding. Esmee, Jacomin, Shirley, Kelly. Also known as de Brocco Pondo Babes. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe jullie tijdens het taalspel heel lang achter stonden en er uiteindelijk toch nog met de winst vandoor gingen. Daardoor zit er in jullie pot een bedrag van 12.000 euro. En ja, dan kunnen we maar één ding concluderen. Jullie staan alle vier gegarandeerd in de halve finale! Volgens mij hadden ze het niet verwacht. Oké, nou dat is mooi. Ze is er ondersteboven van inderdaad, ik zie het alweer. Tijd om de echte bom te laten barsten. Sranang Sweeties, jullie hebben zo ondermaats gepresteerd dat we afscheid nemen van jullie hele team. Nou, ze waren er gelukkig allemaal al klaar mee, want ik heb ze het hele programma nog niet zo vreugdevol gezien. Behalve Michella wel. Tuurlijk vind ik het kut. Denk je dat ik me hier voor mijn lol zit? Ik weet niet eigenlijk. Ik dacht eigenlijk van wel. Als je dacht dat het klaar was met alle bommetjes, vertelt Valerio dat er toch wel echt twee teams nodig zijn. En omdat het andere team in zijn geheelheid naar huis is gebonjourd omdat ze niet functioneerde, wordt het gelukkige huwelijk van de meiden alsnog opgebroken. Ik wist gewoon dat er iets ging gebeuren. En de problemen borrelen gelijk naar boven. Ja, ik vond het wel kut. Want ja, ik had gewoon echt in mijn hoofd zitten dat wij gewoon op Kelly konden stemmen. En dan waren wij met z'n drieën overgebleven. Ik draai me om. Wie kiest mij? Niemand. Kijk, niemand wilde met Kelly. Kelly is gewoon een oud wijf. Die denkt, noem het beestje maar even bij de naam. Nou, arme Kelly. De schoolpleinpraktijken zetten zich voort. Iedereen hield zijn bek. Op het moment wanneer wij moeten kiezen, niemand zegt iets. Weet je wat het is? Kijk, ik ben gewoon eerlijk. Ik wil heel graag met jou, maar ik wil niet tegen jou in de finale. Dus dan kan ik misschien beter met Shirley gaan. Kom Jack, jij komt met mij dan. Ja? Tot zover het gelukkige huwelijk. Maar Valerio die heeft best een hoop konijnen in zijn hoge hoed gestopt. En hij komt met de mededeling dat de twee nieuwe teams één meisje van het naar huis gestuurde team bij hun team mogen halen. Ik zou dan persoonlijk iemand kiezen die wel zin heeft om daar te zijn. De helft van dat team zit al met één been in het vliegtuig namelijk. Ik heb hier bordjes voor jullie. Jullie lot ligt nu in handen van de nieuwe teams. Wat vind je ervan, Michella? Nou, ik hoop op een wonder, maar ik weet het niet. Hoe is dat voor jou, Michella? Tuurlijk ga je niet zomaar opgeven. Dus word je gekozen, dan ga je er toch gewoon voor. Jacomin en Kelly, wie hebben jullie opgeschreven en waarom? Ik heb Michelle opgeschreven. Ik vind haar een hele sterke speelster. En ik vind dat ze het heel goed doet, omdat ze ook suiker heeft. En Esmee en Shirley, voor wie gaan jullie?
Ja, wij twijfelden heel erg. We hebben toch Michelle gedaan. Dat betekent dat je mag kiezen. Ja, ik ga wel bij Jacomina en Kelly. Want ik denk dat het andere team ook nog wel voor iemand anders wil kiezen. Dus dan kunnen jullie dat doen. Ik zie een grote glimlach, Michelle, een handkusje en Michelle. Onkruid vergaat niet, hoor. En ik ben ook blij voor haar, want als ik haar zo zie, dan denk ik echt dat zij daar echt het graagst wil zijn van iedereen. Fem, je moet naar huis. Wat vind je ervan? Ik heb wel heel erg veel spijt van de uitbarsting tegenover Daphne. Maar de emoties lopen gewoon te veel op en dan kan je het gewoon even niet meer. Ik denk echt dat mensen het onderschatten. Nou, lieverd, ik niet hoor. Ik doe het je niet na. Het vertrek van Femke is volgens mij voor Michelle net zo exciting als het winnen van het programma. Femke doet niet meer mee. Nee, ik dacht echt zo. Femke doet niet meer mee. Tijd voor een spelletje hoor. Jongens, we gaan dierengeluiden raden. Waar is Floris Geubel als je hem nodig hebt? Wat denkt u bijvoorbeeld dat dit is? Brian, wanneer hij nog niks gegeten heeft 's ochtends. Of deze... Dit is Femke wanneer ze ruzie heeft met Daphne. Ik zeg je eerlijk, deze challenge lijkt me tering moeilijk. Ik zou het niet weten allemaal. Volgens mij is dat een oorworm. Ja, volgens mij ook. Ondanks dat het best lastig was, is de challenge de meiden prima afgegaan. Het is een anaconda. Is ook goed. Yes! Oh, zeven! Ik heb even gelijk. Valerio, laat je hier zomaar even gaan, jongen. De meiden van de Saranan Sweeties hebben iets te vroeg gejuicht, want ze hebben het alsnog opgefokt. Ik keek echt uit naar die video, ik vind het zo erg. Ja, ik ook. Meen ik serieus, kan het niet hebben. Ja, 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 en die video, die is Valerio nu as we speak eigenhandig aan het vernietigen. Dat zei hij net zelf. Daarom heb ik contact met ze gezocht en gevraagd of ze voor jullie een videoboodschap wilden opnemen. Dat hebben ze gedaan, voor jullie allemaal. Het winnende team mag ze bekijken. En de overgebleven drie video's, die zal ik hoogst persoonlijk vernietigen. Shirley, even resume. We hebben een geluid van een krokodil bij een kikker gezet, hè? Geluid van een krokodil bij een kikker. Ja. Ja, dus eigenlijk zouden jullie je eigen videoboodschap moeten vernietigen voor straf. Ik voelde me gewoon dom, want ik heb vanaf het begin af aan geroepen dat Shirley net zo dom is als mij, maar ik ben gewoon ook dommer als haar. Esmee, ja, ik bemoei me er verder niet mee, maar alleen al met deze opmerking solliciteer je naar de eerste prijs. Na een nachtje in het luxe kamp denk ik dat in het bijzonder Esmee weer heel veel nieuwe positieve moed heeft om er tegenaan te gaan in dit programma. Zolang ik Michelle in mijn team heb, heb ik geen enkele hoop. Zie je, wat zeg ik? Nee, ik meen het serieus. Als Michelle in ons team blijft, gaan we verliezen. Maar ja, je hebt haar er zelf bij gehaald. Dus ja, de meisjes die gaan water dragen vandaag. En het is de bedoeling dat ze daarbij zelf niet ook in het water terechtkomen. Want dat is gevaarlijk. Jullie mogen echt niet in het water terechtkomen. Want in dit water zitten bacteriële wormen. Dat is geen grap. Maar Esmee, die heeft goed geslapen en die laat zich niet gek maken. Het kan mij heel wat water nou schelen. Interesseert het mij, al zwemt er een haai in. En wat voor geluid maakt een haai dan, Esmee? Kra, kra! Het was niet zo'n succes deze ronde. En volgens Esmee heeft dat te maken met Michelle. Al die domme mensen die niks kunnen, die moeten gewoon optieven. Die moeten niet eens meedoen aan dit programma. Oké, schat, hand op mijn hart. Ik beloof dat ik niet meedoe volgend jaar. Ik kan me niet voorstellen dat Michelle dit niet aanvoelt. Ik ben daar bang voor. Dat durf ik niet. En daardoor hebben ze weer verloren. Dat is gewoon dit. Ik ben gewoon één groot grap. Ik kan dat gewoon niet. Maar het lijkt me wel een vervelend gevoel in een team. Ja. Ik weet dat ze er niks aan kan doen, maar het is wel bloedirritant. Hé, hey, maak me nou niet zo zenuwachtig! Oh, ik kan het niet hoor! Moet ik je overheen? Maar hoe ga ik je overheen? Nee, ik durf dat niet! Ik kan het niet, ik laat maar. Nee, ik doe het niet. Ik wil het echt heel graag, ik durf niet. Nee, andere kant, jongen. Oh, dat durft niet. Wacht even hoor. Mag iemand mij helpen? Waar is het nu bij jullie stuk gelopen? Ja, bij mij weer. Ja. Ik heb het al van leuk. Ja, ze hebben verloren door mij. Wel een beetje kip of het ei verhaal dit. Want de vraag is natuurlijk, kan Michelle echt niks? Of denkt iedereen dat Michelle niks kan en lukt het daardoor ook allemaal niet? Maar goed, hè, dit verlies betekent natuurlijk niet dat het allemaal voor niks is geweest. Maken de punten voor ons nog iets uit? Nee. Oké. Okay. Oh ja, grapje. Toch wel. De aflevering eindigt met een emo-moment van Michelle. Ik doe niet meer mee hoor, echt niet. Ik ben iedereen tot last, ik wil niet meer. Ik durf het gewoon niet. Ik wil naar huis.
Och, Michelle. Het is toch ook wat allemaal, hè? Ik weet het niet. Ik begrijp gewoon heel erg goed dat je gewoon helemaal diep gefrituurd daar bent, daar in die jungle. Dat je bijvoorbeeld niet weet wat voor geluid een cavia maakt. Dat soort dingen. Weet je, ik begrijp hun dat het gewoon allemaal zo messy is. Maar ja, het is wel leuke televisie, dus dankjewel daarvoor. Ik kap ermee, ik hou ermee op. Dus bedankt voor het kijken. Ik zie jullie natuurlijk weer volgende keer. Ik ben binnenkort snel weer terug met een nieuwe achtergesloten deuren. En ook dus weer met een nieuwe aflevering van Echte Meisjes in de Jungle. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!